Leuk hè? Maar dit heeft ook wel een functie. In deze video ga ik uitleggen waarom je dit zou gebruiken en hoe. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers en op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's door deze tutorials voor jou online te zetten. We hebben ook nog een website waar we ook blogs hebben en een online shop met cursussen die je online zou kunnen volgen als je dat wil. En word natuurlijk even lid van ons YouTube kanaal. Nou, in deze video wil ik het dus hebben over het klapbord, clapperboard in het Engels. Of sleet wordt het ook wel genoemd. Nou, waarom zou je dit gebruiken, behalve dan omdat het heel cool is? Ik heb dit echt gewoon omdat ik hem voor mijn werk wel eens echt nodig heb. Maar ik merk ook dat als ik hem meeneem naar een filmset, dat mensen dit leuk vinden en ermee op de foto willen. Dus het is eigenlijk voornamelijk tot nu toe ook wel een ding wat mensen gewoon cool vinden. En er dan zo mee op de foto willen. Dat moet je ook vooral doen als je hem bij je hebt. Oké. Maar serieus, waarom heb je dit nou nodig? Nou, films werden en worden nog steeds wel eens opgenomen met apart geluid en aparte video. Dus stel dat je een camera hebt die geen audio kan opnemen, wat is wel eens gebeurd, en je neemt dus het geluid apart op, dan is het handig om zo'n sleet te gebruiken, omdat je dan aan het begin van je shot doe je dit. En dan heb je dus geluid wat je heel goed kunt matchen met beeld. Want je kunt zien wanneer die hem raakt en je hoort dat geluid in het geluid. Dus daar kun je dan later in de computer je beeld en je audio op synken. Nou is het tegenwoordig zo dat de meeste camera's nemen gewoon geluid op en de meeste computers zijn tegenwoordig heel goed in het synken van audio. Dus je hebt het niet per se daarvoor nodig, omdat de computer eigenlijk zelf ook heel goed het audio kan synken. En ik merk vaak dat ook als we geen sleet gebruiken, kan ik nog op de waveform eigenlijk best wel makkelijk audio gewoon synken. Ik weet wel, in speelfilms wordt dit wel veel meer gebruikt. Maar los van het synken van de audio, vind ik dat er nog meer redenen zijn om dit te gebruiken. Want, zoals je al ziet, staat er van alles op dat bord. Dus je kunt er dingen opschrijven waaraan je ziet wat voor shot het is. En nou hangt het natuurlijk een beetje vanaf wat je aan het filmen bent. Zoals we vandaag dit aan het filmen zijn, gebruiken we deze niet. Want, nou ja, we hebben al wel eens eerder verteld, we gebruiken een script. Wat we gewoon tijdens het filmen, hebben we die de hele tijd erbij. En daar schrijven wij de clipnummers van de camera op. Dus in de montage kan ik heel makkelijk terugvinden aan de hand van het script welke shots ik achter elkaar moet plakken. Dat is makkelijk genoeg. Daar hebben we dit dan niet bij nodig. Maar er zijn ook situaties te bedenken waar je dat niet op die manier doet tijdens het filmen. Een voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld Kees en Kas. Dat is een project wat Gietje en ik samen doen voor een organisatie die zich bezighoudt met vissers en oceanen. En wij filmen daarvoor fictie. Dus we hebben twee acteurs die scènes spelen die wij van tevoren hebben bedacht. Daarbij hebben we nog een geluidsman en een tweede camera. Dat betekent dus dat ik in de montage, want ik doe ook de montage, heb ik best wel veel bronnen waarvan ik beeld en geluid moet combineren. Namelijk drie. De geluid en de twee camera's. En tijdens het filmen schrijven we dan niet alle clipnummers op de hele tijd. Van alle camera's en het geluid. Omdat dat een beetje veel gedoe is. Wat we wel doen is dat Grietje heeft ook dan de hele tijd het script erbij. En noteert vaak, oké, de eerste take was goed, de tweede minder, de derde is perfect. In de montage zie ik dan, oké, de eerste take was oké, maar ik ga er voor de derde. Nou, gebruik ik al een woord wat ik eigenlijk nog niet uitgelegd heb, namelijk het woord take. Alhoewel je dat natuurlijk wel kent. Want ja, iedereen kent wel het idee van, we doen nog een take. En dat is wat je hier dus ook al ziet. Want wat schrijf je hier nou op? Productie, bovenaan. Dus ik zal hem even invullen voor vandaag. Ik heb dus hier achter op een stift geplakt altijd. Maar soms dan wil die niet makkelijk openen. Gebruik hiervoor een whiteboard marker en niet een permanent marker, want dan kun je elke keer een nieuw board kopen natuurlijk. Ik schrijf hier dus nu op de videomakers. Zo. Nou heb je hier roll, scene en take. Nou ja, scene, in het geval van Kees en Kas, wat we dan aan het doen waren, hebben we inderdaad scènes. Dus dan kun je daar bijvoorbeeld opschrijven scène 12. En roll, dat is echt iets uit de filmwereld. Waar ik nu even niet eens exact de betekenis van weet. Weet jij het wel? Laat het even onder de video weten wat het ook weer is. Maar je kunt het ook eigenlijk gebruiken voor wat je maar wil. Wat ik hier bijvoorbeeld vaak zeg is als we Kees en Kas aan het filmen zijn. Dan doe ik bijvoorbeeld in plaats van rol, doe ik gewoon filmnummer. Want Kees en Kas, we hebben net 11 en 12 gefilmd. Dus dat heeft nummers. Dus dan doen we hier bijvoorbeeld film 12. Scène 12. Oké, meestal hebben die films niet 12 scènes. Scène 2. Dat is beter. En dan take. Want één scène neem je vaak meerdere keren op, net zolang tot die goed is. Dus je begint bij de eerste take en dan gaat die niet goed. Doe hem nog een keer. Dan doe je de tweede take en dan de derde.
Net zolang totdat je tevreden bent. Dus inderdaad, op zo'n opnamedag noteert Grietje per take welke ze goed vindt en welke stukjes ze goed vindt uit bepaalde takes. Waardoor ik in het script dan ook aantekeningen heb, niet de clipnummers, maar de take-nummers die goed zijn. Dus dan wil ik hier inderdaad een take-nummer hebben. Nou, daarnaast kun je dus hier nog opschrijven wie het regisseert, wie de camera doet. Als je één camera hebt en als je meerdere camera's hebt, schrijf ik hier meestal de hoofdcamera, zeg maar. De datum. En dit is ook typisch een speelfilmding nog hieronder, want omdat eigenlijk hoe ingewikkelder je opnames zijn, hoe belangrijker het wordt om meer hierop te noteren. Omdat je gewoon die informatie vaak tijdens het monteren nog nodig hebt. Wat je dus hier kunt invullen is of het dag of nacht moet zijn wat je aan het filmen bent. Dat is omdat het ook wel eens natuurlijk, er wordt nog wel eens nacht gefilmd overdag. Maar als je dan wil dat het nacht moet zijn, dan kun je dat omcirkelen. Of je interieur of exterieur aan het filmen bent, binnen of buiten. En mos, dat gaat over geluid. Als je namelijk een scène opneemt die niet om geluid, waar geen geluid los bij wordt opgenomen, dan kun je mos omcirkelen. Dan, ja, het staat voor motor only sound of zoiets. Motor only sing. Nou ja, ik vond het een hele vage afkorting. In elk geval betekent het dat je niet ook nog geluid opneemt. En als je dus niet ook nog geluid opneemt, dan doe je dus ook niet dit. In feite, want dat is niet belangrijk. Dat doe je alleen maar voor het geluid. Dus als je mos hebt, hoef je dat niet te doen. Dan hoef je eigenlijk alleen maar dit in beeld te houden. Want waarom is het nou belangrijk om dit in beeld te houden aan het begin van het shot? Nou, ik ga dit terug hierachter doen natuurlijk, mijn stiftje. Zo. Als ik dus de montage ga doen van Kees en Cas, dan zit ik dus in mijn computer met heel veel beeldmateriaal en audio. En dat zijn superveel bestanden. Ik zal er even een plaatje van laten zien. Zo ziet mijn montage eruit aan het begin. Het is voor mij dan best wel lastig om, als ik niet dit heb, om te bepalen welk shot ik moet hebben. Ik moet dan eigenlijk elke opname gaan kijken. En dan, omdat natuurlijk, hey, je doet 6 keer 1 scène opnieuw, dan heb je dus 6 keer dezelfde opname. Maar waar herken je nou aan welke het is, zeg maar? Welke was, weet je, de verschillen zijn er maar klein. Dus om precies te weten welk shotje, welk clipje ik nodig heb, is het heel fijn dat je ziet hier ook, dat Grietje zie je steeds staan aan het begin met het klapbord in haar hand. Daaraan kan ik gewoon precies zien, oh, dit is take 2 van scène zoveel. En op die manier weet ik gewoon welke shots ik moet hebben. Als ik dat niet had, en ik realiseerde me dat de laatste keer dat ik dit aan het monteren was. Als ik dat niet had aan het begin, Grietje, die dat klapbord vasthoudt, dan ben je gewoon verloren in zo'n montage als dit. Dan moet je echt ontzettend op zoek naar welk shot heb je nou nodig. En in deze montage is het dus zo dat, omdat we 2 acteurs hebben, kies ik ervoor om te filmen met 2 camera's. Dus dat ik film altijd de ene acteur en dan Caroline, onze tweede cameravrouw, die filmt dan de 2e acteur. Dus in de montage zoek ik ook naar de 2 shots van Caroline en mij die bij elkaar horen. En de audio die daarbij hoort. Dus ik moet eigenlijk elke keer voor elke take die ik wil gebruiken in de montage, moet ik eigenlijk een soort pakketje maken van oké, mijn shot, Caroline's shot, de audio van Leo. En dat is dan het stukje wat ik kan gaan gebruiken. Dus ik moet die dingen combineren. En om daar inderdaad dat zoekproces niet 6 jaar te maken, is het heel fijn om te kunnen kijken naar het klapbord wat aan het begin van elk shot zit. Nog een laatste toevoeging over waarom je dit zou gebruiken is omdat ik ook merk dat als je dit gebruikt, dat er ook een soort van focus ontstaat op de set. Want op het moment dat je met een groep mensen aan het filmen bent, zelfs als je alleen maar 1 camera bent waar het geluid in wordt opgenomen, dat je dus eigenlijk dit niet nodig hebt, merk ik dat op het moment dat je deze erbij gebruikt en je dus elke keer als je begint met filmen, oké, allemaal even allemaal stil, we gaan nu die scène opnemen, allemaal klaar, oké, en dat, of actie, of whatever. Op het moment dat je dat doet, is iedereen die erbij betrokken is op die dag, is altijd weer eventjes van, oh ja, we gaan beginnen. Dus iedereen wordt dan alert en actief om te gaan beginnen. En ik merk dat gewoon heel fijn is om op die manier te werken. Dus ook als je het niet echt nodig hebt, kan het toch wat toevoegen aan je opnamedag. Nou, tot zover eigenlijk alles over het klapbord. Heb je daar nou nog vragen over of weet je wat rol betekent? Laat het even hieronder weten en dan komen we daar zo snel mogelijk op terug. En voor nu, dankjewel voor het kijken.